En omdat we hier onbeperkt lawaai mogen maken, vind ik ook wel een voordeel. Dat scheelt. Dat scheelt. Goedenavond. Goedenavond. Om te beginnen een fragment uit het journaal van dinsdag. Op 6 punten, die liggen op plaatsen waar geen mensen wonen, gaan we iets flexibeler met de geluidszone om. Wordt die overschreden? Wordt die heel licht overschreden? Ja, ja. Hoor je? We gaan er iets flexibeler mee om. Ja, maar daar gaat het nog niet om. Ik wilde jou vragen of jij het als milieuactivist, wat je ook toch eens een keer bent. Jazeker. Nou, niet moeilijk hebt met het feit dat je bloedeigen zuster in het journaal de overschrijding van die lawaaigrens verdedigt. Nee, moet je kunnen scheiden, vind ik. Oh. Nee, Pia Dijkstra bijvoorbeeld is de vrouw van de nieuwe Schiphol-directeur. Keiharde manager, ja. Ja, die hoeft zich toch in het journaal ook niet te verexcuseren als haar man straks 40.000 nieuwe ontduikvluchten gaat presenteren. Was ze vroeger ook al zo, je zuster? Mijn zuster, ja. Dan zei mijn vader om 7:30 naar bed, maakte zij er 7:45 van. Opschuiven. En later, toen we tot 12:00 muziek mochten maken, op de een of andere manier lukte het dan altijd zo'n type om tot 1:00 door te gaan. Er kwamen de buren bij ons klagen, lawaaioverlast. Ja. Kreeg ik de schuld. Ja. Begrijp je? Ja, dan krijg maar je ik ga me hier niet verontschuldigen voor mijn zuster, ik wou daar toch een beetje op aansturen. Ja. Als je nou toch leest gisteravond in de NRC op de voorpagina dat Ed van Tijn ruim 20 jaar later alsnog zijn excuses maakt aan Van Acht om bepaalde uitspraken, dan kun jij je toch wel even in het openbaar distancieren van je zuster? Nee hoor. Dat is toch niet niks wat daar gezegd wordt? Ben ik mijn broeders hoeder? Nee, het is je zuster. Zo.